Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor je van wat meerdere winkeltjes. Ik ben bij de Xenos geweest, bij de Hema, de Kruidvat, de Zeeman en de Wibra. Ik heb daar overal gewoon wat spulletjes gekocht. En ik dacht, ik ga jullie gewoon laten zien wat ik daar heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankopen van die winkels, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te vinden zijn. En als iets in de aanbieding was, dan staat er een sterretje bij, zodat je weet dat het normaal gesproken dus ietsjes duurder is. Dus dat gezegd hebbende, ga ik even in het tasje duiken. En dan begin ik even met het item van de Xenos. En dat is ingepakt. En ja, bij de Xenos kunnen we nog wel van dit papier vinden, wat heel fijn is. Ik wist namelijk niet of het breekbaar was. Of dat het van plastic was. Dat kwamen we niet helemaal over uit. Bij de Xenos heb ik namelijk een zandloper gekocht. Hier zit wel een verhaal achter. Ik had van die zandlopers gezien bij de IKEA. En toen was ik een tijdje geleden bij de IKEA. En toen wilde ik hem graag kopen. En toen hadden ze hem niet in het filiaal waar ik was. Toen had ik online gekeken. Toen zag ik dat het van die laatste kans aanbiedingen waren. Dat je hem online kon bestellen. Ik heb hem besteld. Uiteindelijk heb ik al mijn geld teruggekregen. Toen was hij opeens niet meer leverbaar. Maar toen zag ik dus dat Xenos ook had. Zo ziet hij eruit. Het glas is een beetje... meer kleurig, een beetje van die regenboogkleurtjes. Holografisch lijkt het een beetje. En je hebt dus gewoon een zandloper. Hij loopt dus ook echt. Er zit roze zand in met glitters, wat wel echt super leuk is van het decoratiezand. Wat ik ook echt gewoon heel erg leuk vind. Nee, het is wel plastic. Het is plastic. Ik zit er nu op te tikken en het is plastic. Maar we konden er in de winkel dus niet echt... wijs uit worden, maar ik vind het gewoon een heel leuk item om neer te zetten in mijn huis. Het is roze. Ik had daar gelijk een bestemming voor, dus ik dacht dat vind ik echt super leuk. Dus gewoon een leuk decoratie item. Uiteindelijk zal ik hem niet omkeren of zo. Het is nu, kijk, hij gaat nu vol lopen. Maar ik vond dit gewoon heel erg leuk. Je had hem trouwens in verschillende soorten zandkleuren. Dus je hebt hem ook nog in andere kleuren zand. Net wat je zelf leuk vindt. Maar ik vond het roze natuurlijk gewoon super leuk. Dus dat was dat. Dan ga ik door naar de items van de Hema. Ik ga het eventjes erbij pakken. Bij de Hema heb je tegenwoordig van die klapkratjes, wat echt super leuk is. En ik heb er al wel eens een aantal gekocht bij andere winkels, maar nu heeft Hema het ook. En dat zijn dus gewoon van die kratjes die je dus zelf in elkaar kunt zetten. En aangezien ik dus heel erg bezig ben met opruimen, leek me dat echt ideaal. Je hebt dan gewoon zo'n kratje en daar kun je dus spulletjes in zetten. Je hebt ze in diverse kleuren. Ik vond natuurlijk dat felle roze heel erg leuk. Maar wat dan het leuke is van de Hema, je kunt ze zelf personaliseren. En daarvoor kun je dus letters kopen. Je hebt drie kleuren letters. Je hebt roze, je hebt zwart, maar je hebt ook wit. Maar die roze zijn ook neonroze. Dus ik dacht, ja, dat ga je op dit klapkratje natuurlijk niet zien. Neonroze, dus dan heb ik voor zwarte letters gekozen. Die kun je er dan dus gewoon zo op doen. Hier aan de achterkant zie je al die letters. En dan kun je er zelf een tekst op maken, wat echt super leuk is. Die kratjes heb je in verschillende maten. Ik geloof dat je drie maten hebt. Ik heb het middelmaatje genomen, want die andere zijn ook dit maatje. Maar je hebt ook nog een hele grote, maar ook nog echt een kleintje. Die vond ik meer geschikt voor pennen of zo. Maar wel super leuk, want nu kun je dus gewoon eigenlijk je eigen kratje personaliseren, ook met letters. Dus echt super leuk dat Hema dit ook verkoopt. Dus daar ga ik lekker mee aan de gang als ik... het allemaal een beetje op orde heb. En wat ik ook nog heb gekocht is een scrubborsteltje. Dat is deze. Je kunt deze gebruiken voor je neus en voor je lippen. Ik denk dat ik hem eerder lekker voor mijn lippen wil gaan gebruiken. Ik scrub mijn lippen regelmatig, maar ik merk toch dat ik het niet zo heel erg prettig vind soms om elke keer maar dit te doen. Ik vind het niet effectief genoeg. Ik dacht, ja, met zo'n klein borsteltje. Het brusje, noemen we het brusje. Maar ik vind het ook niet echt een kwastje. Met dit borsteltje kun je dus gewoon heel handig zo je lippen scrubben. Maar volgens mij zitten er twee kanten aan als ik er zo naar kijk. Dus ik ga het heel eventjes openmaken.
Kijk, je hebt namelijk een fijne kant, maar je hebt ook een wat grovere kant. Dus ik weet niet welke waarvoor geschikt is. Daar zal ik wel achter komen. Dat staat er verder ook niet op. Je kunt hem dus ook gebruiken voor blackheads, als je die hebt op je neus. Nou wordt mijn neuskrubben altijd een beetje lastig, omdat ik die piercing erin heb zitten. En ik ben er nooit zo voorstander van om dat ding er elke keer uit te halen. Maar misschien dat ik het voor mijn neus ook wel een keertje wil gaan proberen, als ik een scrub gebruik. Dus dat vond ik ook wel zo'n heel handig item. Echt leuk dat de Hema steeds ook dit soort meer items krijgt. Dat is echt super handig. En mochten jullie benieuwd zijn hoe dit werkt, kan ik jullie altijd nog eens een keer een update geven in een van mijn vlogs. Dan gaan we even door naar de aankoopjes van de kruidvat. Ook dat is niet superveel. Bij de kruidvat had je in de aanbieding deze D-make-up schijfjes. En dat vond ik echt super handig. Dit zijn ook weer van die wasbare pads. Je krijgt er 3. En er zit ook een fingerpocket aan, staat erop. Ik vind het dus heel erg fijn om die wasbare wattenschijfjes te gebruiken. Maar ik merk ook, omdat ik het elke dag gebruik, dat ze best wel snel vies worden. En als je nou net die was niet hebt gehad, heb je soms geen schijfje meer over. Dus daarom heb ik er inmiddels al best wel veel. Weet je waar ik wel even heel benieuwd naar ben? Ik ga hem ook even openmaken om te kijken of hier dan ook zo'n netje bij zit. Want dat zie ik zo niet. Nee, hier zit inderdaad geen netje bij, dus je moet ze gewoon zo wassen. Maar kijk even hoe groot ze zijn. Ze zijn echt reuze. Je kunt hem aan twee kanten gebruiken. En omdat hier zit zeg maar zo'n opening, dan kun je hier je vinger zo in doen. En dan kun je zo lekker je eigen schoonmaken. Dit werkt vaak met water, maar ook gewoon met je eigen make-up remover. Ik ga even achter op het doosje kijken, maar ik ga ervan uit dat dat weer hetzelfde is wat ze altijd vertellen. Je mag ze op 60 graden wassen. Dat vind ik wel heel erg lekker. Je zou ze tot 300 wasbeurten kunnen gebruiken. Maar tot 60 graden wassen is wel heel lekker. Er staat dus niet bij of je hem met enkel water kunt gebruiken. Er staat wel bij dat je hem voor gebruik even grondig moet reinigen met zeep. En je moet ze ook gewoon hangen aan het lusje. Dus je kunt ze niet in de droger doen. Maar gewoon weer even handig van die 3 pads. En ze waren dus nieuw toen had je een probeerprijsje. Toen dacht ik dat vind ik wel ideaal. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dan hebben we weer wat meer. Nou, dan heb ik ook nog zo'n panty gekocht. En dat is dus zo'n fleece panty. En ik had er natuurlijk al eentje gekocht. Ja, hij is er helemaal uit. Want hij lag dus ook echt los. Maar ik had er natuurlijk eentje gekocht bij de Action. En dat was een bruine. En ik wilde ook heel graag een zwarte hebben. Dus die vind ik nu bij de kruidvat. En die heeft dan dus gewoon inderdaad die vliesvoering. En dit is dan de panty. Ik kreeg ook een tip dat je ze ook heel goedkoop op Temu kunt kopen. Alleen ik vind dat altijd een beetje eng. Want ik ben altijd bang dat op een of andere manier niet helemaal lekker gaat passen, omdat ik het idee heb dat dat misschien ook wel heel erg gemaakt is voor wat kleinere mensen. Maar dat is misschien helemaal niet zo hoor. Ik ben best wel lang en ik ben ook niet breed, dus het is altijd heel erg lastig. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat zitten. Maar ik dacht, ja, ik vind het wel prima. Ik heb een SM'tje genomen. Hij heeft ook een shaping effect. Hij is wel ietsjes duurder als bij de Action, maar bij de Action zag ik echt enkel alleen nog bruin en de zwarte gewoon niet meer. Ik denk toch dat die het populairste zijn, dus toen dacht ik, nou dan ga ik toch gewoon daar eentje halen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ben blij met een zwarte, dus ja, dat is gewoon lekker. Dus die heb ik daar gehaald. En wat ik ook nog heb gekocht is een trui en dat is deze. En hij heeft zo'n lekker neonroze kleurtje. Hij ziet er wel heel erg lekker uit. Je kan hem voelen. Het voelt wel steady. Oh, die is echt lekker. Het is wel 100% polyester. Oh, je mag hem maar op 30 graden wassen. Dat is wel even goed om te weten. Die moet je dus even apart wassen. Ik kan hem zo wel even aantrekken, zodat je even kan zien hoe die staat. Maar ik ben wel dol op dit soort truien. We gaan misschien wel een beetje het truienseizoen uit, maar ik dacht, wat maakt het uit? Ik heb een SM'tje genomen, maar je had hem ook nog in de LXL. Maar dat is mij toch veel te groot. Maar wel eventjes belangrijk om te weten dat je dus apart moet wassen. Dus daar moet ik wel even rekening mee houden. Maar ik ga hem zo even aantrekken, zodat we even kunnen zien hoe die staat. Want daar ben ik zelf inmiddels ook wel heel benieuwd naar geworden.
De trui die valt eigenlijk heel erg mooi. Je zit zelfs nog wat ruim voor een SM'tje, maar dat vind ik verder prima. De stof voelt echt heel lekker aan. Ik vind ook dat V-halsje wel leuk en hij is gewoon netjes uitgesneden. De mouwen zitten ook lekker lang, dus het is gewoon echt een heerlijke trui waar ik heel veel plezier van ga hebben. Dat weet ik nu al, dus een goede aankoop als je het mij vraagt. Dan gaan we door naar twee items van de Zeeman. En daar heb ik ook twee kledingstukken gekocht. En die kan ik ook zo wel eventjes aantrekken. Ik heb hier allereerst een trui gekocht. En dit is Amour Saint-Tropez. Het is een bruine trui. Ik denk wel dat hij een beetje... misschien is die klopt. Dan moet ik eventjes kijken. Ik heb ook heel erg getwijfeld aan de maat. Maar ik dacht, ja, ik ga toch maar voor een S'je. Het is een leuke bruine trui. Maar ik ben dus wel heel benieuwd hoe die valt. Dat ga ik zometeen eventjes zien. Ik hoop ook dat hij goed lang zit bij de mouwen. Maar dat is deze. Ik vond hem echt wel super leuk. Dus ja, dat is deze allereerst. En ook wel heel betaalbaar moet ik zeggen. De trui zit leuk. De mouwen zitten goed. Niet te lang, maar ook niet te kort. De trui zit ietsjes korter aan de onderkant, dus hij zal niet helemaal over een broek heen kunnen. Of in dit geval over een rokje, maar dat kun je heel prima oplossen door een hemdje of een shirtje onder te dragen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik vind ook de tekst dat hij een leuke hoogte heeft op de trui. Dus het is wel een hele fijne en leuke trui, moet ik zeggen. En ik kwam een blouse tegen. Deze vond ik echt geweldig. Kijk, het is een oranje blouse. Hij lijkt best wel oversized. Het is gewoon een S'je wat ik heb gekocht. Maar ik vond dit leuk. Ik hou heel erg van blouses. Ik vind het heel erg leuk om dit te combineren. Ik vind het vaak leuk om het bij mijn broek in te stoppen. Maar je kunt hem dus ook bijvoorbeeld een beetje knopen. Ik zal hem zo even aantrekken om te laten zien hoe de pasvorm valt. Want dat is nog wel eens een dingetje. En hij heeft ook een heel erg lekker stofje. En ik vraag me nu een beetje af. Ik ga eventjes kijken in het labeltje wat voor stofje dit nu is. Het is 100% polyester. Het voelt... Polyester is wel een zweetstofje, maar hij voelt wel heel erg lekker aan. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe die gaat zitten. Dus dat gaan we zo ook maar eens even bekijken. Want ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd hoe die zit. Want ik heb hem ook nog niet aan gehad. Dus dat waren de dingetjes van de Zeeman. De blouse valt erg mooi. Hij is best wel lang. Waardoor hij best wel ruim valt. Ik vind hem bij de mouwen wel heel netjes zitten. Maar daardoor maakt het ook wel weer leuk om hem bij een broek of een rok in te doen. Of om een beetje op te knopen aan de onderkant, zodat je een speels effect krijgt. Maar het is wel ideaal wat langer, want dan kun je goed erbij instoppen, vind ik zelf. Dan ben ik toe aan de spulletjes van de Vibra. En bij de Vibra heb ik twee hele leuke opbergdozen gekocht. Ik zal ze er ook eventjes uithalen. Hier hebben we ook gelijk de bon. Die hebben we weer nodig. En dat zijn deze roze velvet opbergdozen. Ik vind ze echt super leuk. Ik heb hier dus een grote, maar ik heb ook een kleintje. En ze zijn dus roze en hier kun je dus gewoon leuk spulletjes in opbergen. En ik vond dit wel leuk om in huis neer te zetten, omdat ik best wel veel roze accenten heb. De binnenkant is ook, ja, nee, dat is gewoon echt, ziet er zo uit, maar echt super leuk. Dus ik ga hier eventjes een hele leuke plek voor in huis, vinden om ze leuk neer te zetten. Ik vond het gewoon echt super leuk. Je hebt zoveel leuke dingetjes. Ook van die leuke poefjes en zo. Ja, je hebt gewoon echt heel veel leuke dingetjes. En ik dacht, nou, ik vind deze wel heel erg leuk. En ik was aan het twijfelen, want ik liep er langs. Ik dacht, oh, ik vind het wel heel erg leuk. Toen was ik eerst doorgelopen. Toen ben ik toch teruggelopen om ze te pakken. Dus dat is een grote. Ik heb dus ook de kleine, want dat vind ik dan leuk matchen. Net wat ik zeg, ik ga nog even een plek bedenken hoor, waar ik ze neer ga zetten. Dat zullen jullie nog wel in een van de vlogs terug zien komen. Maar je kunt hier gewoon spulletjes in opbergen. En dat is gewoon echt ideaal. Dus dat zijn deze twee. Dan kocht ik deze bak. En dit is zo'n bak die je ook kunt draaien. Het valt eigenlijk onder een koelkastorganizer, maar ik dacht, ik kan hier wel weer wat knutselspulletjes in opbergen. Ik was zelfs aan het denken, ik dacht later, misschien kan ik hier ook wel bodysprays inzetten, maar dan zou ik bijvoorbeeld altijd nog eentje bij kunnen kopen. Je hebt echt heel veel verschillende soorten van die organizers, maar ik gebruik die organizers voor heel veel andere doeleinden, want ik gebruik ze niet in mijn koelkast. Ik heb bijvoorbeeld ook van die langwerpige en daar heb ik gewoon ook make-up producten in opgeborgen, omdat het gewoon hele perfecte formaatjes zijn. Maar ik vond het wel heel leuk. Hier hebben ze bijvoorbeeld kruiden erin gestopt.
En het handige is, omdat hij dus aan de onderkant heeft hij dit. Dus je kunt hem dus ronddraaien. Dus je krijgt dus, ja, je kunt hem dus ronddraaien, waardoor je heel makkelijk overal bij kan. Dus ik vond dit echt een ideaal item. Maar het kan zijn dat ik er misschien met de tijd nog eens een keer eentje bij wil halen. Omdat ik nu dus denk, ja, misschien had ik er eentje extra mee moeten nemen. Maar daar heb ik op dat moment niet aan gedacht. De laatste tijd komen er in één keer heel veel ideeën in me op. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat kan altijd later nog. Dus dat is deze. En ik had zo'n shopper gekocht. Dat is deze. Met shopping is my therapy. Ik had even een tas nodig, want ik had al te veel spulletjes. En dan vond ik deze wel heel erg leuk. En het handige is, deze kan dicht met een drukknoop. Dus je kunt hem zo dicht doen. En dat vind ik ook wel heel erg handig als je bijvoorbeeld een keer echt ergens gaat winkelen. Dan kan je dus die knoop dicht doen. Dan ja... Ziet ook, ja, niet, mensen zien nu niet wat erin zit. Kijk, in je eigen dorp vind ik het niet zo erg. Maar stel je gaat naar een stad of zo, vind ik het toch wel anders. Ik vond deze wel heel erg leuk. Je hebt echt verschillende soorten. Je had echt best wel veel verschillende opdrukken. Maar ik vond deze gewoon heel erg tof. Dus dat eigenlijk. Dan waren dit alle items die ik dus heb gekocht. Zoals ik al vertelde, het was niet superveel. Maar het zijn wel items waar ik weer heel erg blij mee ben. Ik kan nu weer lekker verder en ik ga de kleren allemaal eventjes wassen en dan kan ik het ook allemaal weer lekker gaan dragen. Ook al gaan we misschien nu meer de voorjaarstijd in, ik merk toch wel dat de truien af en toe nog best wel kunnen, dus ik ben er heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij een item wat ik heb gekocht ook leuk vond, of dat jij misschien de laatste tijd nog leuke items hebt gescoord. Het zijn winkels waar ik ook niet zo heel veel komen, bijvoorbeeld een Xenos en een Vibra, die heb ik niet. Dus daar kom ik dan niet zo heel erg veel. Dus dan vind ik het altijd wel leuk om eventjes te kijken. Ik ben in ieder geval blij met mijn spulletjes. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een mail. En zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien.